Van orgaanvlees moet je houden. En dit is dan ook een gerecht voor liefhebbers. Nieragoe op geroosterd brood. Je begint met het koken van de niertjes. En die kook je dan in diverse kruiden, zoals laurier, rozemarijn, wat jij lekker vindt. Die kook je 40 minuten. Dan haalt hij daar het bindweefsel vanaf. En dan snij je de niertjes in kleine blokjes. Dan ga je verder met de roe. Daarvoor smelt je boter. Wanneer dat gesmolten is, voeg je de bloem aan toe. Dan roer je goed door en dan laat je de bloem even garen. Laat het niet bruin worden. En dan zeef je de achtergehouden bouillon en die voeg je dan aan de roe toe. Eerst 3/4. En dat wanneer dat helemaal is opgenomen, dan het laatste kwart. En vervolgens doe je daar Madeira, tomatenpuree bij, peper en zout. Dat roer je goed door. En dan gaan er stukjes nier erbij. Nou, verwarm dat weer. Roosterbrood. Eventueel peterselie doorheen. En klaar. Eet smakelijk.